Erik en Tom. Goedenavond, welkom op de benefietwedstrijd van Kevin Baart. En het was de moeite. Het was de moeite, het was een fantastische sfeer, geweldig publiek. Enfin, waarschijnlijk omdat de Antwerpen verdette gewonnen hebben. Ik durf niet te denken wat er zou gebeurd zijn mochten wij gewonnen hebben. Want we stonden 1-2 voor bij de rust, hè. De BV, fossielen. Hij is 41, hij is nog een jonge gast, maar ik ben de 60 al ver voorbij. Nee, maar de Tom shot niet zo heel vaak en deed het echt zeer goed. Ik snap niet dat ze nog geen bot gedaan hebben. Maar ja, een bot in Antwerpen doet ook geen bot. Dat die doen dat niet. Ik heb tegen Erik gezegd, je mag me altijd bellen, want dat doe ik nog. Ik vond het fantastisch om te doen. En ik moet eerlijk zeggen, ik verschiet hoe snel dat die oude rekkers nog zijn. Daar ben ik echt van verschoten. Lenov, Klaassen, Goots, dat kun je niet voorstellen. Hè. Ja, daar ben ik van verschoten. Het is indrukwekkend. Het is ook prettig, omdat het is natuurlijk de god. Enfin, met alle respect voor alle anderen die ook goden zijn. Maar als hij er is, dan voelde dat ook bij het publiek. Dat er, en ook op het veld. Hè, bedoel, ik heb ooit eerder al tegen Lenov gespeeld. Dat was ook met zo'n vreemde wedstrijd. En toen heeft hij door mijn benen gespeeld. En ik had vandaag gezegd, dat wil ik nu vandaag niet meer laten gebeuren. En inderdaad, dat is niet meer gebeurd. Omdat ik altijd in een cirkel van 10 meter van hem weggebleven ben. Anders was het waarschijnlijk weer gebeurd. Maar fantastische man. Ja, wat hier ook alleen kan, is, ik zeg, er staat hier, ik denk, 1700 man op een benefietwedstrijd op een vrijdag. Dat kan alleen op de Antwerp. Okay, hoe zijn nu de spieren van jullie? Ik ben redelijk stijf op de plekken waar je dat niet graag hebt. En voor de rest, want ik moet zondag eigenlijk ook nog spelen. Ik speel bij SK Muggenberg, veteranen, afdeling D van het Katholiek Sportverbond, dat nu KVV heet. Ik hoop dat ik het ga halen. En hij moet nog een marathon of vier lopen deze zomer. Ja, ik zeg het, als die wedstrijd 6 uur had geduurd, dan win ik. Maar ja. op zo'n korte match lukt dat niet. Dat is niks voor hem. Ja, maar ik ken dat al. Ik weet wat er morgen vroeg gebeurt. Dat is achterwaarts een trap af. Ja. En naar de zetel. Dus, dat weet ik al. Boot, hè, ik wou het zeggen, je moet op een boot achteraan te trappen. Ik ben mijn benen in het water gaan zitten morgen. Nee, maar het was heel, heel leuk. En we stonden samen onder een douche. Indrukwekkend. Enfin, dat maakt toch niet ter zake. We hebben direct gezegd, van zegt plezant, dat willen we meer doen. Dus we hopen dat er nog veel Antwerpen spelers gekwetst raken. Dat we nog van die... Nee, dat is niet waar. Dat we benefieten... En dan zeiden we ook tegen elkaar, het gaat beter en beter worden, want die mannen worden ouder en ouder. Dus dat komt goed. Ja, ik voel, het was al op trantjes. Erik en Tom, mag ik jullie bedanken voor deze interview? Alsjeblieft, tot de volgende keer. En dat Kevin Baart heel snel mogen terug op het terrein staan, dat zal leuk zijn. Dank u. Dag, wat vonden jullie ervan? Ja, ik vind het natuurlijk fantastisch, wenn ihr voor sociale zaken iets doet. Besonders voor Kevin, die het ook heel moeilijk heeft im Moment als voetballer. En ik hoop ook dat eine volle maand weer terugkomt en dan ook zelf spelen kan. Ja, ik kan alleen hier, denk ik, op een vrijdagavond op een jeugdveldje. Zoveel volk, ambiance. Dat is eigenlijk een beetje dat Antwerpen groot maakt en groot zal blijven maken, denk ik, die eendracht onder de supporters. En jongens, jullie kunnen het nog, hè? Dus de leeftijd heeft voor jullie geen vat, precies. Ja, het gaat toch zo'n beetje minder. Maar je hebt gezien, het spelen nog een paar jonge gasten met. Die waren ook gemotiveerd, maar ik denk voor ons was het leuk om nog eens samen spelen te kunnen. En je ziet aan beide kanten is goed gevoetbald worden. Ik heb gehoord van 1700 supporters die gekomen zijn. Dat is fantastisch. En ik denk dat ze toch een leuke wedstrijd hebben gezien. Ja, voor mij was het de eerste keer dat ik met Hans-Peter samenspeelde. En dat is natuurlijk heel plezant. En ik denk dat hij de legende van Antwerpen zal blijven. Ik heb de laatste jaren, omdat ik later als hem hier gespeeld heb. Maar ik denk dat hij de populairste is. En als hij zich ergens laat zien, zal er altijd heel veel volk op afkomen. Was het leuk om samen te spelen? Snapt jullie het dus? In het begin is dat een beetje zoeken. En Peter is ook iemand die graag de diepte opzoekt. Maar als ik zie wat hij nog allemaal kan, ik denk dat hij nog makkelijk zou mee kunnen in de eerste ploeg van Antwerpen. Ja, nee, ik denk van niet. Het is altijd plezant wanneer met eenmaal je voetballer samenspeelt. Patje, de Nico Klaassen, Mark van der Linden. En je ziet, ze kunnen nog iets aan de bal. En dat is het voornaamste. We lopen niet meer zoveel, maar ik denk, we kunnen nog goed met de bal omgaan. Ja, dat hebben we duidelijk gezien. Een prachtig doelpunt van jullie beiden toch. Pat, jij hebt ook gescoord. Ja, maar ik moet zeggen, die van Hans-Peter was een magnifieke goal. Als die morgen gemaakt wordt op Antwerpen, is de goal van de week.
Maar ik zeg het zoals Hans-Peter zegt, het is gewoon voor de supporters te plezieren. Wij lopen niet meer zoveel. Ik heb trouwens nooit zoveel niet gelopen, dus ik ben daar heel eerlijk in. Maar het is plezant om samen te zijn en de supporters een goede wedstrijd te gunnen. Ja, en toch Peter, jij komt speciaal van Leverkusen naar een jeugdveldje van Antwerpen. Gewoon voor de benefietwedstrijd. Antwerpen zit toch ook bij jou nog dik in je hart. Ja, dat was altijd. Ik denk iedereen weet dat ik in Antwerpen mijn zeven mooiste jaar als voetballer heb. Ja, natuurlijk heb ik met Leverkusen Champions League gespeeld en drie keer vice-kampioen. Maar dat is iets speciaals wat ook in mijn hart blijft. Je ziet die mensen, ze komen nog terug en willen met jou een foto en handtekening. En dat is schon, ik heb jetzt denk maar fast aan 20 jaar terug. En dat is toch fantastisch dat ze nog altijd terugkomen. Kevin, wat vind je ervan? Fantastisch, ik denk dat het alleen hier gezien wordt, dat je ziet dat er echt 100 men vandaag kaarten hebben gekocht. Dat is gewoon fantastisch. Dat is een Antwerp gevoel. Ik zou graag deze twee mensen zeker willen bedanken voor het initiatief dat ze hebben gedaan en vooral de supporters dat die vandaag zijn gekomen. Even naar Mark Leemans, een van de minste. Mark, klopt het dat er 1800 toeschouwers zijn? Ik heb het er straks ook gehoord dat er 1800 kaarten zijn verkocht. Waanzinnig. Maar ik heb er geen andere woorden voor. Waanzinnig. Ja, zoals je ziet, gewoon hier op een vrijdagavond, 1800 mensen. En dan zie je nog vuurpijlen ook. Inderdaad, maar inmiddels opleiding gaat de voetbalverantwoordelijke. Dus hier was dat toegelaten. Dus even een wit artikel moeten rechtzetten. Dus hier was dat toegelaten. Hopelijk komt het dan morgen niet door. Dus, wat voel je dan van binnen? Ja, ik kan dat niet beschrijven. Dat is gewoon dat die mensen dat willen doen. Speciaal eigenlijk voor mij vanavond, omdat de avond voor mij is dat gewoon fantastisch. En ook de oudspelers zoals Leno, dat die vandaag allemaal aanwezig zijn, dat is gewoon een fantastisch gevoel. En gewoon, voor mij is dat heel speciaal en emotioneel. En ik denk dat voor nog mensen niet, als je ziet hoeveel mensen er vandaag is komen opdagen en welke mensen dat er hebben meegevoetbald, dus ik denk dat gewoon fantastisch is. Kevin is een jeugdproduct. We kunnen dat moeilijk doen voor een speler die hier één jaar is en geblesseerd geraakt. Maar het ligt allemaal in de lijn van hetgeen er nu op Antwerpen leeft. Jeugd, kans geven. Vinden wij heel belangrijk. Ik denk dat ook alle supporters erachter staan. En daarom ook dat zo belangrijk is dat we dat niet doen voor Kevin. Het is een jeugdproduct. We doen dat voor de jeugd. Oh, iedereen vanavond zijn eigen gegeven en de jeugdspelers hebben dat goed gedaan. Maar ik zal ook zeggen, bij familie van mij ook wel verrast ben geworden dat die zo nog kunnen voetballen. Dus ik denk dat vanavond iedereen gewoon zijn steentje heeft bijgedragen. En het initiatief dat ze zijn gekomen is gewoon fantastisch. Schitterend. Ik wil even zo'n correctie wat voor. We zijn ook niet met twee organisatoren, we zijn ook met drie geweest. Vergeet zeker vast de inbreng van Paul Druiveni. Dat is ook de man van vroeger, heel doorwinterd op Antwerpen geweest. Heeft enorm veel meegelopen, enorm veel meegeleefd. Dus ook zijn eerste initiatief met ons mee. Maar dat is zeker een verhaling vatbaar. En wat betreft een afterparty, je laat er een patat op geven. We gaan op tijd de muziek laten stoppen. Dat we morgen de kelen kunnen smeren om onze club op massaal terug aan te moedigen. Kevin, voor jou veel, veel beterschap. En we hopen je snel terug op het veld te zien. En van de mensen van de organisatie, hartelijk bedankt voor deze mooie avond. Dank u. Graag gedaan. Dank u. Graag gedaan.